Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom zou je niet gaan naar de start-up huddle Paramaribo in Suriname? Vandaag is Jelise, EDO-arts bij ons in de studio, en ze gaat ons daar alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Jelise. Hi Jelena. Hoe gaat het? Met mij gaat het prima, met jou? Het gaat ook goed. Je ziet er ook prachtig uit. Dankjewel, jij ook. Nou, thank you, girl. Since we're exchanging these compliments. Wie is Jelise en wat is de Startup Huddle Paramaribo? Jelise is de coördinator van Startup Huddle Paramaribo. En Startup Huddle Paramaribo is een programma van Global Entrepreneurship Network. Die probeert dus het ondernemersklimaat te verbreden, verhogen. Oké. En how is that going? We doen dat dus door middel van pitches. Het zijn dus niet de traditionele pitches die we kennen. Het is meer een community-based pitch. Dat wil zeggen, er wordt publiek uitgenodigd. En je gaat dus pitchen. Je krijgt 6 minuten om je pitch te doen. En het publiek krijgt dus 20 minuten om te feedbacken. Of om in te gaan op je pitch. Maar het is net als een soort elevator-achtige pitch, ne? Ja. In het publiek kan je bijvoorbeeld een investeerder hebben. Je zou partnerships kunnen ontwikkelen met andere ondernemers die ook in het publiek zitten. Het is ook vaak voorgekomen. Je hebt ook altijd experts ertussen die dus goede adviezen kunnen geven. Nou, yes. Dit klinkt super interessant. Want dus dit is dus zeg maar die startup huddle wat jullie dus gewoon eigenlijk doen, hè? Dat omvat alles? Yes. Oké. En wat is de status van mijn startup voor ik hier aan mee kan doen? Mag ik gisteren zijn begonnen met mijn bedrijf en dan komen om te pitchen? Of moet ik al een tijdje in de business zijn? Je mag een ideetje hebben. En natuurlijk hebben ontwikkeld. Je mag bezig zijn tussen 1 en 3 jaar. 1 en 3 jaar. Oké, nee, dus je hebt toch nog wel tijd. Is er een limitatie voor mijn idee dat ik heb? Is het gericht op bijvoorbeeld de wat is landbouw of whatever? Is het op import van producten of bakken, koken? Nee. Het maakt niet uit waarin je onderneemt. Je zou dan mogen registreren om mee te doen aan de pitch. Alright. En dan heb je dus 6, hoeveel mensen kunnen hier aan meedoen? Want kan je me, zeg maar, geef me een idee van hoe de avond zou verlopen. We komen allemaal op pitchen meteen. Nee. Yeah. Alle ondernemers, dus je hebt standaard 2 ondernemers tijdens de sessies. Je hebt dus, zeg maar, ondernemer 1. Je gaat dus pitchen. Daarna krijgt het publiek 20 minuten om te feedbacken, advies te geven. En de volgende komt eraan. Ook pitchen, ook hetzelfde weer. 20 minuutjes heen en weer advies. En daarna hebben we dus een soort quiz. Een quiz, omdat je in principe als publiek daar zit om interactief mee te doen met de sessie. We gaan dus vragen stellen. En indien je goed beantwoordt, dan krijg je iets van zo'n ondernemer. Een prijs. Ik hou van prijsjes. Oké, het klinkt heel erg interessant, vooral omdat iedereen best wel, nou ja, dus je merkt veel meer mensen die innovatief bezig zijn en mooie en goede ideeën hebben en toch wel de support kunnen gebruiken van mensen die al echt in de branche en business zijn. Want die helpen je ook, zeg maar, zien van, oké, je idee is prachtig, maar heb je gedacht aan dit? Of heb je dat gedacht aan dat? Is dat wat ik me dus ook daarbij kan voorstellen? Ja, sowieso. Je gaat sowieso feedback meekrijgen. En punten waarop je kan gaan werken. Natuurlijk moet je er ook open voor staan. En ik ga ervan uit dat als je je opgeeft om mee te doen met de pitch, dat je daar open staat voor feedback. Oké. Is er een age limit voor de pitch? Want als ik mijn kralenbusiness heb gestart toen ik 13 was. En ik ben nu 15. En ik wil het groter. Ik wil dat op elke Chinees mijn armbandjes bijvoorbeeld zijn. Mag ik als 15-jarige ook al komen? Zodra je kan pitchen, mag het. Ja? Maar yes. Ik kan. Dus er is geen leeftijdslimiet? Voor nu nog niet. Oké. Heb jij zelf ook gepitcht? Nee, ik heb nog niet gepitcht. Oké, waarom niet?
Nee, zij wil niet pitchen. Nee, als ze wil niet pitchen. Nee, ik heb nog niet gepitcht, omdat het in principe niet echt om meedraait. Ja. Mm-hmm. Oké, nee. Nee, ik probeer gewoon like, een bigger picture te krijgen. Ja. Maar je doet het zeg maar al een tijdje. Je coördineert al een tijdje. Ik heb enkele maanden geleden van meneer Jackson Marino overgenomen. Mm-hmm. Oké, dus straks is jouw eerste grote event. Ja. Okay. Het wordt een in-person pitch, want we hebben ook virtuele sessies. Oeh, spannend. Yes. Oké, stel jullie doen deze startup huddles for free. Dus iedereen die zijn kans wil pakken, kan het direct pakken. Maar stel, ik heb nu toch wel de aandacht nodig van mensen die al in de branche zitten. Kunnen mensen ook komen van, kunnen jullie iets voor ons organiseren op maat? We hebben een paar mensen die dat willen pitchen. Kunnen we, en tegen betaling of something. Dat zou sowieso kunnen. We gaan dan aan tafel zitten en kijken wat we eruit kunnen halen. Oké. Nee, ik wil je meer vragen stellen, maar je bent zo crystal clear, zo duidelijk. Als mensen nu kijken om op de hoogte te zijn van wanneer de eerstvolgende zou zijn, hoe kunnen ze jullie volgen of bereiken? Hoe kunnen ze in contact met jullie treden? Hoe werkt dat bij jullie? Ze kunnen mee contacten op het nummer 883-6754. Mm-hmm. En onze Facebookpagina staat op het volgen. In ons voorgesprek gaf je ook aan, we hadden het een beetje erover van de startup huddle, wat er allemaal gebeurt en zo. Je hebt me eigenlijk best wel uitgelegd. Maar just to make it crystal clear, like, wat is het doel voor jullie eigenlijk om uit de startup huddles te halen die jullie organiseren? Startup huddle is in principe een programma van een internationale organisatie. Mm-hmm. Global Entrepreneurship Network. You did it. Yes. Mm-hmm. En het doel is dus het helpen versterken van het ondernemersklimaat. Mm-hmm. All right. Dus. Yeah. Je bent zo kalm. I'm used to the high energy. Your calm demeanor. Nee, duidelijk. Ik vond dit een heel interessant gesprek. En ik hoop dat jullie heel veel mensen krijgen die zich aanmelden voor de eerstvolgende pitch die jullie zullen hebben. En dat er daar meer dan twee ondernemers zitten die wat potentiële mensen kunnen uitpikken. En dat het ook voor hun een succes kan worden wanneer ze de branche echt ingaan. Yes, thank you. Yes, wel. Jalice, Eduard, hartelijk bedankt voor het komen. Ik vond het een interessant gesprek en heel veel succes verder. Thank you. Yes. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Jalice Eduards van de Startup Huddle Paramaribo bij ons in de studio. Ze heeft het gehad over de free startup huddles die worden georganiseerd. Waar jij als startup onderneming of iemand met gewoon een briljant idee zou kunnen komen. En jouw idee zou kunnen pitchen. Het is een community based activity. Dus er zijn gewoon normale mensen ook in de crowd. Maar er zijn de alle tijden twee ondernemers ook bij. Zij zullen dan de vragen aan jou stellen. En als jij denkt van, hey, ik wil deze extra boost ook hebben om te weten dat ik ready ben to join this business. Nou, dat is de startup huddle voor jou. Ze hebben een Facebookpagina of je stuurt Jalice, haar nummer komt nu in beeld, een berichtje. En zij zal je dan verschaffen van alle informatie. Hou een pitch in de gaten voor de eerstvolgende huddle. En wie weet wordt jouw pitch gewoon geaccepteerd. En ben jij de next big thing in the business. Zo ga ze lekker volgen. And you never know. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.